Als veel water gewenst is, zoals voor de honden die je op het filmpje aan de Weide Welle het Wolderwijd in ziet duiken, dan is dat fijn. Minder prettig is het als je het water niet kunt wegkrijgen, zoals op de ijsbaan en het deel grasland dat voor het blokhuis ligt. Maar daar gaat de gemeente wat aan doen. Het gedeelte vanaf Monopole tot het pad aan de Zwanenhals en de Blauwverversteeg kent die problemen overigens niet. Door de natte zomer van 2021 heeft de Welle niet de mogelijkheid gehad om goed te kunnen opdrogen, is de mening van projectleider Erik Hamelink. Hij meldt dat de schaatsbaan inmiddels is voorzien van drainage en daardoor droogt de grond daar sneller op. De grasmat die voor het blokhuis ligt, heeft het ook moeite om het droog te houden en daar blijft een hoeveelheid water staan. Maar deze euvelen worden opgelost, want de aannemer heeft deze week opdracht gekregen om ook hier drainage aan te brengen en de grasmat daarna heel goed te profileren en in te zaaien. Dit is het antwoord op vele vragen van burgers over deze nattigheid. En dat antwoord is dat u nog heel even wat geduld moet hebben, want de weergoden zijn helaas onvoorspelbaar. Komt er weer een plensbui op, dan zitten we weer in de nattigheid, maar uiteindelijk zal alles droog worden. En als dat zo is, dan kunnen de honden straks met droge voetjes weer lekker ravotten op de ijsbaan. En kan de mensen het droog recreëren.